Welkom allemaal. Uh, vandaag een, uh, ja, een verdieping in Uniform Financieel. De agenda bestaat in ieder geval. We hebben alles ingeboekt en we gaan even de controle van de boekingen doen en de export naar de accountant. Wat komt er allemaal bij kijken? Uh, maar ook de mogelijkheden uh, voor uh, wat zijn nou het in- en verkoopboek? Wat is dat precies? En wat komt er allemaal bij kijken? En is dat voor mij wel of niet interessant? We gaan even een kort uitstap weer maken naar de btw-aangifte en daarna wat verdiepingen. Wat zijn nu interne boekingen? Hoe leg ik dat nu vast in het systeem? De opties om vaste activa en afschrijvingen bij te houden en wat verdieping in de rapportages. Uh, Malou, kun jij de lobby in de gaten houden als er nog gasten bijkomen, dat je die toelaat? Ja. Ik weet niet of jij je verder nog wilt voorstellen, Malou? Je hebt nu de kans. Oh, dat uh, is prima. Uh, mijn naam is Marlou. Ik werk sinds uh, 2019 uh, bij Informagie op de helpdesk. Um, daarvoor heb ik VRI gestudeerd in Van Hal in Leeuwarden. en Leeuwarden. Uh, thuis hebben we ook een melkveebedrijf uh, waar ik in mijn vrije tijd uh, graag wil meehelpen. Dankjewel. Ik ga niet alle aanwezigen uh, of alle luisteraars bij langs van uh, wat, uh, wat de ervaringen is. Uh, Dan wordt, uh, wordt de sessie een beetje te kort. Um, ik wil beginnen met het eerste onderdeel controle van de boeking en de export uh, naar de accountant. Uh, we gaan kijken hoe zit dat nu met die dagboeksaldo's, wat zie ik in mijn grootboekoverzicht en uh, dat soort zaken. Ik ga dat doen aan de hand van onze demo-administratie. Uh, dus gewoon live in het pakket. Het is altijd een beetje spannend, maar we gaan ervan uit dat het goed gaat. We hebben het jaar 2021, en dat is in deze voorbeeldadministratie, helemaal ingeboekt in de, in de daginvoer. Uh, dus dat betekent dat mijn bankboek er helemaal in staat en ik ga even naar het jaar 2021. Nou, dan is het belangrijk van kloppen mijn saldo's nu wel. Dat is iets wat je gedurende het jaar al controleert. Die 10.321 die maar rechtsbovenaan staat, dat is het beginsaldo op 1.1.2021. CQ, het eindsaldo op 31 december 2020. En het eindsaldo op dit moment is min 90.000. Die saldo's die kan ik ook weer vinden op mijn grootboekkaartjes. Die grootboekkaartjes die kunnen we vinden in het hoofdmenu van financieel onder nummer 3. En dan gaan we naar nummer 5, de grootboekoverzichten. In dit geval is het dagboek van uh, de bank uh, is gekoppeld aan grootboekrekening 1230. En Op 1230 zien we dus ook alle boekingen die gedaan zijn gedurende het hele jaar. In wezen is het net als het papier papieren bankafschrift van de bank. Alle boekingen die gedaan zijn, die zie je hier ook op terug. En dan zie ik altijd met schrik dat mijn beginsalde van 10.312, hier recht op het scherm, dat is namelijk mijn balans van vorig jaar, die klopt precies. Maar mijn balans dit jaar, min 587, ja, daar klopt helemaal niks van. Want we mag, toch ik wat, echt... mag ik wat vragen? Zeker. Ja, mijn scherm is klein, hoe krijg ik die groot? Schermvullend. Nou, uh, heeft u rechtsbovenaan een. Uh... Een optie van een minnetje, vierkantje en kruisje, dat daar het vierkantje, dat u daarop kunt klikken? Ik kan ik proberen, maar ik dacht dat ik net al gedaan had. Dat doet hij niet? Hij doet het niet. Ik weet niet hoe het bij de rest van de deelnemers zit, of het daar wel beeldvullend is. Nou, ik zie mensen klikken en duimen omhoog, dus dat is goed. Uh, meneer Rijla is je zo. Kunnen proberen om even uit te loggen en even weer opnieuw uh, de link te activeren? Maar ja, normaal gesproken is het volledig scherm tonen. Zou je gewoon uh, volledig beeldscherm weer moeten geven? Ja, als ik op die, uh, mijn, mijn laptop het, klik, dan wordt je klein, zeg maar. Oké. Okay. Durf maar ik zo het, uh, We gaan het proberen. <laughs> Oké, okay, prima. Maar het, 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 het is erg klein, dus. Ja, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Um, goed. Die 90.000, dat is mijn eindsaldo, want dat stond ook op mijn bankafschrift. Dat heb ik hier ook in mijn bankboek geboekt. Nou, hoe wordt dat veroorzaakt? Um, elk jaar, elk administratieve jaar in de administratie uh, moet worden afgesloten. Dat hadden we in het oude financieel, Daar kon je een dagboek afsluiten. En daarmee werd het eindsaldo van het oude jaar werd als beginsaldo in het nieuwe jaar gezet. Die systematiek die zit er eigenlijk nog steeds in en die zit onder de instellingen. Dus in het hoofdmenu naar instellingen. En daar zien we de verschillende boekjaren, in dit geval kalenderjaren, zien we op een rijtje staan. 2020, en dan gaan we helemaal naar rechts, zien we dat die nog niet is afgesloten. Het financieel pakket werkt wel door met de saldo's. Dus het is een doorlopend saldo. Het is niet meer zoals met het oude pakket dat je elk jaar een beginsaldo in het bankboek of in het kasboek moet invoeren. Nee, het kijkt gewoon van wat is in het verleden geboekt. En daar ga ik dus op verder. Dus is er ooit in een voorgaand jaar een fout gemaakt, waardoor het saldo op enig moment niet meer klopt, ja, dan blijft hij daar gewoon mee doortellen. Tenzij we natuurlijk in een kasboek of een bankboek daar weer de correctie op maken. Uh, met middels een boeking dat het weer goed is, of we gaan de fout opsporen. In dit geval kiezen we ervoor om 2020. Die is helemaal afgewerkt. De jaarrekening is door de accountant opgesteld. Gaan we het jaar rechtsonderaan afsluiten. Dus ik selecteer de regel en ik sluit het boekjaar af. Dat is in ieder geval een belangrijk onderdeel. Daarna mag ik het scherm weer sluiten en dat zal geen invloed hebben op het saldo van mijn daginvoer. Maar als ik dus de uh, rapportages nummer 3. En dan nummer 5, de grootboekoverzicht weer opnieuw pak. Dan zal ik bij 1230 nu zien dat mijn eindsaldo nu op dit jaar weer ook netjes die min 90.000 is. Dat telt dus voor alle balansposten. Dus het afsluiten van een boekjaar gaat alle balansposten kijken van wat is er op 31 december van het voorgaande jaar het saldo. En dat wordt automatisch het beginsaldo van het nieuwe jaar. Dat zien we ook in de details van de grootboekkaartjes. De eerste regel op 1 januari 2021 zit in mijn dagboek 20, zit het boeking van 10.312, ofwel gezegd dat is mijn beginsaldo van mijn bank. Want dat was op het grootboekkaartje ook het eindsaldo rechts onderaan uit het voorgaande boekjaar. Maar dagboek 20, dat kan ik ook in de daginvoer weer vinden, dat is het nummertje 20, dat is de balans. Dat is een belangrijke post om te controleren van uh, zijn alle boekingen correct. Ik ga niet inhoudelijk in is alles op de juiste post geboekt. Uh, dat is even aan u zelf, maar wel in ieder geval even de bankboeken, inkoopboek, verkoopboek. Kom ik straks nog even op terug en eventueel kasboeken. Dus alle posten die zijn gedaan uh, dat die uh, correct zijn. Um, ik had al een, overstap, uh, een overstapje gemaakt naar het grootboekoverzicht. In het overzicht kunnen we alle mutaties vrij eenvoudig terugvinden. Als ik begin bij de 4000, ik heb hier een grasrekeningsschema, dat is een agrarisch landbouwrekeningsschema, eigenlijk een beetje standaard voor heel Nederland. Um, uh, als ik hier de 4251, dat is de betaalde pacht, die zie ik hier zo de boekingen hieronder weer staan over de periode die ik gekozen heb. Deze periode, 2021, kan ik instellen rechts onderaan via de eigenschappen, waar ik aangeef van ik wil alles op boekdatum van het jaar 2021 zien. We kunnen uiteraard ook voor een specifiek kwartaal of specifieke maand of een datum specifiek, zo kun je hier ook aangeven, want dan ik wil van de laatste drie jaar, dus in januari 2019 tot 31 december 2021, wil ik alle boekingen zien. Nou, in dit geval kies ik ervoor om 2021. En ik kan hier door die boekingen heen kijken. En hier rechts zie ik ook gelijk het verschil. Dan zie ik al dat ik vorig jaar in mijn balans in mijn totaal 58.500 euro heb. En dit jaar 43.000 euro. Als dat klopt, omdat er minder grond gehuurd is, dan is dat goed. Maar is er het gelijk aantal hectares gehuurd? Ja, dan is dat al een teken voor uzelf. Dat er misschien ergens een boeking niet correct is gegaan. Nou, dan is het de boeking nalopen. Of er moet pachtvermindering zijn geweest. Het verschil hier tussen, die wordt ook getoond in de afwijkingskolom. Dus 25% minder kosten gemaakt in dit geval. Kijk ik hier naar de onderhoud van de machines, heb ik 400% meer aan kosten. Het jaar vorig jaar had ik 3100 euro en het jaar, dit jaar 2021 heb ik 15.500 euro. Ik zie hier rechts de boekingen van het vorig jaar staan, de DD Partijposten, en ik heb links de detailposten van dit jaar. Nou, Dan zie ik al een aantal posten eruit schieten en dat is een van een aandachtspunt. Mijn advies is altijd: geef een duidelijke omschrijving weer wat het is. Als ik hier overal onderhoud machines had neergezet, weet ik niet wat een dergelijke post van 8000 euro is geweest of van 1200 euro. Ik geef de voorkeur eraan om een duidelijke omschrijving. In dit geval is de trekkercase case is voor reparatie weg geweest voor de koppeling. En ik heb de nieuwe voorbanden opgekregen. Ik zie gelijk wat het is. Voor u zelf makkelijk om terug te kijken in de toekomst naar een voorgaand jaar, zodat u precies weet wat het is. Maar ook voor die boekhouder die data controleert en die in één keer zegt: van ja, maar die is 8200 euro, wat is dat dan geweest? Ja, voor hetzelfde geld is dat schade geweest. Of is dat echt een grote reparatie geweest omdat de motor was vastgelopen? Ik noem maar wat. Maar hij zal in eerste instantie stuk nummer 1270 erbij pakken en gaan kijken wat staat er nu allemaal op. Nou, als u vooraf al aangeeft dit zijn de posten, verkort dat de controletijd bij de accountant. En geeft het voor uzelf ook veel meer inzicht in. Wat wij veel zagen in de uh, afgelopen jaren is dat uh, de term landbouwmechanisatiebedrijf voluit werd geschreven en dan was de ruimte tekort om er wat aan te vullen. Gebruik afkortingen, bijvoorbeeld LMB, staat voor Landbouwmechanisatiebedrijf. Um, zo zijn er van allerlei mogelijkheden. Uh, dit zijn uw boekingen, uw omschrijvingen en het duidel hoe duidelijker, hoe makkelijker de data weer terug te vinden en hoe sneller te interpreteren is. Als ik hier aan de bovenkant. In een grootboek, dit, dit zijn alle grootboek rekeningen, eentje kies en ik ga met de pijltjes toetsen eentje naar beneden en ik kan ook klikken met de muis natuurlijk. Dan loopt hij hier onderaan gelijk mee, dus ik kan vrij vlot, kan ik hier door de boekingen heen om te kijken wat is er aan de hand. Is dit scherm hier onderin nu iets te klein, dan kan ik als ik hier tussen ga staan op die grijze balk, dan ziet u hier die pijltje naar boven en beneden met een dubbele pijl. Ga ik met de linkermuisknop dat vasthouden, kan ik die wat naar boven schuiven zodat ik hier onderin meer ruimte krijg. Als ik nou boven even wat naar beneden scroll, dan kan ik hier gewoon verder doorbladeren. Nou, de autokosten is die zelfs nog te klein en kan ik alle boekingen bij langs. Hetzelfde geldt ook voor het verticaal. Wil ik hier iets meer ruimte, dan kan ik hem dus naar rechts of naar links. En hetzelfde geldt ook voor de individuele kolommen. Tot zover in ieder geval even het grootboekoverzicht en wat we daar kunnen controleren aan saldo's. Jan, op... mag ik Jan? even onderbreken? Zeker. Ik heb een vraagje nog over die uh, grootboekoverzicht. Ja. Uh, dat kun je beneden uh, um, als afdrukvoorbeeld uh, maken. Ja. Ik heb uh, binnenkort bijvoorbeeld van Qlip een uh, uh, controle. Ja. Maar dat, dat uh, het de boekingsnummer, dat neemt hij niet over in dat afdrukvoorbeeld. Nee. En dat... Dat vind ik wel jammer, want als ik ja. nu uh, een uh, controle krijg, deed ik in het verleden deed ik me van die betreffende grootboekrekeningen uitdraai maken. En ja, als er vragen waren, wist ik meteen welk uh, uh, boekingstuk ik nodig had. Nu maak ik me hier een print screen van, maar dat is natuurlijk niet zo, nee. ja, zo handig. En, en dat mis ik eigenlijk ten opzichte van de oude versie. Ja, gaat, uh, dat klopt. Die is bekend um, en we hebben er al naar gekeken. Maar um, het antwoord is makkelijker als dat uh, uh, de werkelijkheid is om even aan te passen. Omdat namelijk dit zijn in wezen drie verschillende schermen. Dus het afdrukvoorbeeld zit op een heel andere manier uh, hier uh, onder de knop als dat we hier in de scherm zien. Dus technisch had dat nog wel wat voet in de aarde. Een optie om die data toch te krijgen is onder export en daarbij het accountensoverzicht. En dan kunnen we bij eigenschappen een specifiek rekeningnummer aangeven. Dus okay. als, ik, als ik hier bij de accounten zeg van nou ik wil nu volgens mij is 4741 47, 41 is de. 47, ja. 42 is dan de, de, de boekingen. En als ik hier nu afdruk voorbeeld doe dan heb ik in één keer alle kosten okay. erop staan. Ja, dus het was exporteren en dan uh, accountantsoverzicht. Accountantsoverzicht en dan bij eigenschap even dat specifieke nummer ingeven. Want ik vind dat wel makkelijk. Dan hoef je niet alles al klaar te leggen met kopieën maken. En dan zoek ja. je alleen het stuk wat je nodig hebt. Want, uh, ja. 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 Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Even kijken, wat hadden we? Uh, nou, dat is een mooi bruggetje naar de export van accountants. Onder de knop 4 in het financiële menu zitten exportmogelijkheden. We hebben daar diverse mogelijkheden. Um, over het algemeen kunnen nagenoeg alle accountkantoren uh, een auditval inlezen. Want dat is een door de Belastingdienst voorgeschreven format. Dus als we die export auditval aanklikken. dan selecteer ik van welke dagboeken wil ik hier nu exporteren. Overleg dat met de boekhouder, met jullie accountant zelf. van wat hebben ze nodig. Um, we hebben nu financieel ook een balans. We hebben straks ook interne boekingen, laat ik zien, en in een verkoopboek. Nou, als ik alleen maar de boekingen wil doen, en niet mijn eigen interne overboekingen, dus dan praat ik over mijn bank en in een verkoopboek, dan zorg ik dat die opties aangepast staan. Ik kies voor volgende: ik kies de betreffende periode, 1 januari tot 31 december. Um, Even je administratienummer, als die bekend is fiscaal nummer, maar dat is een door de Belastingdienst voorgeschreven nummer wat erin hoort te staan. Maar de boekhouder heeft dat niet per direct nodig, dus je mag hem ook vullen met 1. Een plekje op de harde schijf waar je hem slaat en je kiest voltooien en hij wordt opgeslagen. Dus op het moment dat ik dit uh, doe, 0101 2021, 3112 2021 en ik zeg uh, administratienummer 1 en ik ga die even opslaan. Uh, dan gaan even op dit plekje uh, voltooien. Dan zegt hij al dat dit uh, verplicht is. Dan gaat hij dat bestandje aanmaken, en dan krijgen we ook gelijk de vraag: van, wilt u dit naar uw accountant mailen? Of wilt u dit naar uzelf mailen? Nou ja, natuurlijk wel graag. We exporteren hier het bestand, wat dus de boekingen heeft voor accounten, maar ook het overzicht wat ik net uh, liet zien uh, um, met de. Het accountensoverzicht. Wilt u het mailen? Ja, dat wil ik. En ik moet wel zorgen dat er in mijn pakket, dus in dit uniform pakket, bij de relatie een geldig mailadres is ingevuld. Dat is er nu niet, dus ik moet hier nog even het doen. Maar als ik hier uh, uh, jan.gmail.com invul, dan is dit mijn mailadres. Dan opent hij het mailprogramma. Ik kan hier mijn mailadres van de accountant inzetten. Ik kan eventueel hier nog aanvullen de tekst, want dit is gewoon mijn bericht. En we zien het, dat we het periodeoverzicht, plus een stukje algemene info, en in dit geval 1xaf, en dit is het pakketje wat naar de uh, boekhouder toe gaat, of naar u zelf of wie dan ook. Daarna klikken we op zenden en dan is hij verstuurd. Ik ga hem nu afbreken. Um, u krijgt dus, omdat u uw eigen mailadres er ingevuld moet staan, krijgt u dus een kopietje van die mail in uw eigen mailbox. Dus u weet in alle tijden wat er verstuurd is naar de accountant. Maar voordat we naar die accountant gaan, hebben we dus die salders gecontroleerd en hebben we netjes een export gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat het bestand goed is. Een belangrijk onderdeel, en dat is eenmalige controle, is dat bij de rekeningnummers ook het rekeningnummer van de accountant goed ingevuld staat. Het eerste rekeningnummer is het nummer zoals u dat gebruikt in uw administratie, het tweede rekeningnummer, daar staat ook accountant achter, is het rekeningnummer zoals die accountant dat gebruikt. Wat we bij veel klanten zien en ook wel geadviseerd hebben, is bijvoorbeeld de dierenartskosten. Die hebben een stukje hoog en laag btw. Um, dat zien we ook hier zo in deze administratie. Hier zien we de medicijnen en de dierenartsbezoeken zien we dus in twee posten. En kunnen we die in hoog en laag btw gelijk splitsen. Maar het kan zijn dat uw accountant dit onder één noemer in de administratie wil hebben. Gewoon diergezondheidskosten. In uw administratie is het dan helemaal gedetailleerd, zodat u ten alle tijden de details terug kunt zien. Maar uw accountant voor de jaarrekening krijgt het dan aangeleverd op één uh, regel. En stel dat die regel 47.42 moet zijn, dan zien we dat de dierenartskosten hier op dit moment op 43 staan. 47.43. Daar maken we van, want ik wil dat die boekhouder dat allemaal bij elkaar optelt. 47.42 van. En de export zal deze automatisch allemaal op hetzelfde rekeningnummer exporteren, zodat uw boekhouder geen overboekingen hoeft te maken. Datzelfde geldt ook voor uh, loonwerk, grasland, voedergewassen. Um, heel vaak zien we gewoon één post in de jaarrekening terug. En er zijn accountskantoren die hebben er wat verder uit Maar er zijn diverse klanten die zeggen van ik wil mijn voederwinning apart. Ik wil mijn snijmais uh, teelt ik apart. Ik wil mijn inkuilen en mijn uh, hakselen en uh, noem maar op. Je kunt zo uitgebreid niet bedenken, allemaal verschillende posten voor mijzelf om het overzicht goed te hebben. Dat kan, dan maken we die rekeningnummers erbij aan. Op het moment dat we een export doen, gaat alles naar eenzelfde account, exportcode, bijvoorbeeld 4420. Dus we kunnen hier in dit rijtje 4421, 22, 23 en nog aanmaken, en als die, al die exports gaan dan naar 4420. Naast de rekeningnummers zijn er in de algemene instellingen ook een tweetal tabbladen die we even kunnen controleren. Dus onder de instellingen hebben we de boekjaren, maar hebben we ook de dagboeken. Ook hier dient een nummer van de accountenkantoor te staan. Dus overleg met de accountant welk nummer moet ik daar gebruiken. Dat is afhankelijk van zijn import. Maar ook bij de btw-codes. En hier zien we op dit moment al dat er wat fout gaat. Ik heb hier netjes mijn hoogvoordruk, want dit is de code die ik gebruik. En ik heb hier geen code voor die accountant. We klikken op wijzigen. En ik kan hier neerzetten dat die accountant hier hoog voordrukt. Ik noem maar wat code 14 gebruikt. Veel klanten hebben op dit moment in de financiële applicatie nog staan. Ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, een nummertje voor de BTW-codes. Die is aan te passen, want dit is een code voor uzelf. En er zijn de diverse vanuit het verleden die hebben hoog voordruk afgekort met HV. En ik moet eerlijk wezen. Dat is ook wel makkelijk. Want dan zien we gelijk van wat heb ik daar aan BTW-code gebruikt, zonder dat ik al die nummertjes hoef te onthouden. Ik laat zo even zien waar die dan weer terugkomen. Zo moet ik in ieder geval, ik ga dat nu niet doen, maar alle BTW-codes even langs, om te zorgen dat die juiste BTW-code voor die account die erin staat, overleg dat met uw accountant. Waar komt die BTW-code dan makkelijk terug? Dat is in mijn daginvoer. Dus als ik naar mijn. Financieel het daginvoer toegaan. Dan heb ik hier mijn bankboek in 2021 en ik ga even naar de historie. En nu pak ik even heel snel alle boekingen. Dan haalt hij ze uit het archief, nou niet het archief, maar uit de geboekte boekingen zet hij ze terug in mijn dagboek invoer, in mijn scherm. En dan zien we daar ook die btw-codes van laagvoordruk, hoogvoordruk enzovoort zien we allemaal op een rijtje staan. Uh, niet in deze administratie, want die gebruikte een uh, ene uh, en verkoopboek. Uh, maar de komen hier in ieder geval. Uh, uh, komen ze dan weer terug. Ik laat het even zo zien aan de hand van het in en We zien er wel dat niet van toepassing staan. Dus we kunnen wel vrij vlot controleren. is er ook BTW via mijn bankboek gegaan. Uh, even kijken. Nog iemand bij, Welkom. Dus ik pak even vanuit het inkoopboek. Maak ik even een factuur even als voorbeeld. En als ik hier de boeking zie, dan zie ik hier gelijk, en dat is ook in een bankboek, als het op een reguliere wijze wordt geboekt, HV hoogvoordruk 21%. En dan staat de laagvoordruk 9%. Is wat makkelijker als de getalletjes 1, 2, 3, enzovoort. Um, exports hebben we het over gehad. Uh, de verschillende mogelijkheden: de auditfile, maar daarnaast hebben we ook accountview. Binnen accountview zijn er meerdere mogelijkheden. Ook hier kiezen wij weer voor de betreffende dagboeken, maar dat is afhankelijk van het accountkantoor waar u bij aangesloten bent: Flint, Akon, Counters, Mewsen en Hopen. Dit zijn de formaten die zij hanteren. Zij krijgen dan, net als bij de auditfile, de boekingen één op één in het programma accountview van hun, dus tot op detailpost nauwkeurig. Ook hier weer juiste periode voltooien en je kunt hem gelijk ook mailen. Um, Iedereen die ervoor exact en snel staat. Het accountantsoverzicht. Die kunt u ten alle tijde zelf ook draaien. Die wordt ook bij elke export automatisch aangemaakt en meegestuurd met de mail. Maar u kunt hem ook zelf draaien. En hier staat heel veel informatie op. Uh, hier kunnen we dus in de eigenschap ook zeggen: ik wil van een specifieke rekeningnummer. De gegevens zien. Hier kunnen we ook aangeven van welke dagboeken moet ik hier alle data zien. Nou, ik heb in dit geval alles. Uh, en ik laat ook alle uh, posten zien, maar ik wil ook eventueel mijn btw, die wil ik uh, vermeld hebben. Nou, dan zien we dat hier alweer staan. En in principe moet dat dan helemaal sluitend zijn. En onder het afdrukvoorbeeld zien we eigenlijk de werkelijke informatie waar het om gaat. Nu heb ik hier een lettertype die een beetje aan de grote kant is. Dus daar ga ik even kijken of ik dat in de pagina instellingen iets kleiner kan maken. Dit ziet er iets beter uit. Hier heb ik per rekeningnummer, dus 210 landbouwgrond, heb ik mijn boekingen allemaal opstaan. Dit zijn balansboekingen. Dat heb ik, ik heb alle dagboeken aangelegd. Maar als we op een gegeven moment uh, doorgaan naar uh, de, de kostenrekening, dan heb ik hier heel veel boekingen in staan. Dus onderhoud melkinstallatie, ja, dus zo heb ik de omschrijvingen in deze demo allemaal in staan. Dus hier staan dus alle boekingen in die gedaan zijn. Dus op 10 juni heb ik in dagboek 3 op rekening nummer 42, 73, dat is mijn melkinstallatie, met stuk nummer 61 een betaling van 633 met 139 btw. Dat is de uitgave rechts eventueel de inkomsten. Aan het eind van de boekingen, en dat is waar de accountants veel over hebben, van het overzicht, en daar kunnen we naartoe middels het blauwe knop hier bovenaan met navigeren, heb ik een balans. Die wordt veel door accountants gebruikt die uh, niet de mogelijkheid hebben om, het, uh, om de data in te lezen met een auditval of iets dergelijks. Nog een stapje uh, terug zijn de overloopposten op basis van de referentiedatum. Dus ik heb hier aangegeven dat dit een. Uh, vorig jaar betaalde post voor dit jaar is, dus ik heb op 17 december 2020 iets ingeboekt, maar ik heb als referentiedatum 2021 meegegeven. Dan komt die hier dus als overlooppost in. Dus er zijn overloopposten die dus niet in het exportbestand zitten, wat naar de boekhouder gegaan is, maar ze staan hier wel op het overzicht. Want als het goed is, heeft die boekhouder ze zelf al in zijn administratie staan, want die doet zelf een jaarovergang. Ehm. Um... Dat zijn dus een aantal verschillende posten. We kunnen posten die hebben die vorig jaar zijn uh, betaald voor twee, of twee jaar geleden, dus voor 2021. Maar het kunnen ook posten zijn die voor 2021 zijn betaald, maar nog betrekking hadden op 2020. En natuurlijk ook andersom naar het jaar 2022 toe. Dus attendeer, als we dit gebruiken, dan wordt die regel ook geheel in de dag invoer, uh, te voer. Dat dat het een overlooppost is. Uh, attendeer de boekhouder, druk op dat. Bijna onderaan het accountantsoverzicht. Dit overzicht staat met detaillering welke posten zijn dat. Daarnaast is er ook een invoerverslag per dagboek. Er waren veel accountantskantoren die graag een invoerverslag per dagboek hebben. Dus alle dagboeken die worden hier nog eens een keer getoond. Dus dit is het, uh, een bestand van in totaal 98 pagina's. Hij wordt opgeslagen in een PDF en het is uh, doorzoekbaar door voor de accountant. Maar je kunt hem ook zelf inderdaad gebruiken, zoals we het net even zagen, voor een individueel grootboekkaartje te printen, dat was de controle van de boekingen en de export. Dan wou ik nu de doorstap maken naar het gebruik van een in- en verkoopboek. Um, Formeel. Maar dat is allemaal ieders eigen verantwoording, is het zo dat BTW moet worden afgedragen. en uh, mag worden teruggevraagd. in de periode waarop de factuurdatum ook staat. En dan zien we heel vaak als we dus op eind maart nog een factuur krijgen. en die wordt medio april, of als het wat slechter gaat, pas in mei wordt die betaald. met als gevolg uh, dat die BTW pas in het volgende periode, dus in het volgende kwartaal, wordt teruggevraagd, zeker wordt afgedragen. Als we het in- en verkoopboek gebruiken, dan boeken we een factuur in op basis van een factuurdatum. En op die basis van die factuurdatum wordt die ook direct meegenomen in de BTW-aangifte. Dat wil nog niet zeggen dat die factuur ook al betaald, CQ-ontvangen is. Dus de eerste gedachte bij velen is ook: ja, dat is allemaal extra werk, want ik moet die factuur inboeken. En vervolgens heb ik de bank weer en dan moet ik die bank ook nog weer uh, in gaan boeken. Het systeem is zodanig ingericht dat als uh, de gekoppelde relatie, en dat laat ik zo zien, goed is uh, ingevoerd. Met het daarbij behorende bankrekeningnummer van de tegenpartij, dus van de veehandelaar, mechanisatiebedrijf, etc. Dan wordt het bij het inlezen van de telebankieren de facturen al automatisch gekoppeld daar waar een 100% match is. Dus op het moment dat u ervoor kiest om twee facturen in één keer te betalen, kan het programma dat natuurlijk niet zien. Uh, maar is er een uh, uh, relatie met een bankrekeningnummer wat goed is en waar de factuurnummer kan worden gevonden en waar het bedrag ook klopt, matcht die die en hoeven we dus in het inlezen bij telemarkering die niet meer te koppelen? Hoe gaat dat in zijn werk? Allereerst hebben we in de instellingen, kiezen we ervoor dat wij daar een dagboek in en verkoopboek gaan aanmaken. En dat dagboek inkoopboek, en ik ga even met een nieuw beginnen. Dag, bij het type kunnen we namelijk bij die dagboeken kiezen: want is het de bank, een kas, is het aankoop of verkoop, is het overige boekingen, of intern of memoriaal boekingen, kom ik later op terug. Ik heb ook mogelijkheid voor afschrijvingen, voorraden, medicijn, sperma en voervoorraad. Deze drie zitten erin, maar omdat we dit ook internationaal gebruiken, dit, uh, het uh, financiële pakket. Um, dit is een verzoek vanuit het buitenland waar ze heel gedetailleerd medicijnen sperma ook financieel allemaal bijhouden. Dus per dier wordt het allemaal bedrijfseconomisch ook allemaal geboekt. Ik zie het in Nederland niet gebeuren. Het kan, maar dat ga ik nu verder niet behandelen. Dus ik zou willen beperken tot overige, dat hoger tot voorraad vee en die laatste drie beschouwing. Voor in en verkoop is het aankoopboek en verkoopboek. Die kiezen we dan als type? We geven daar een omschrijving mee en we kiezen daarvoor een afsluitrekening. Die omschrijving is wat u zelf wilt, die zien we in de daginvoer weer terug. En uh, een rekeningnummer is in de logica van het systeem. Mijn advies: op het moment dat we voor het eerst beginnen met een in- en verkoopboek, maken we een nieuw grootboekrekening aan. Dan weet ik ook zeker dat er in het verleden niks op geboekt is. Dat daar ook geen saldo op staat, zodat we als we een jaar verder zijn en we zitten met een verschil, of het saldo klopt niet, uh, dat we heel erg aan het zoeken komen. Dus maak een nieuw rekeningnummer aan. En heeft uw boekhouder zoiets van: ja, maar hij mag na 11.10, dan gaan we in het rekeningnummer Eigenschappen, dus als ik het driehoekje kies, dan kiezen we daar het rekeningnummer voor de accountant, zoals we het net ook hebben gezien. Die maken we aan. Uh, uiteraard kiezen we dat er de BTW uh, registratie moet zijn en uh, standaard betaaldagboeken. Daar doen we niks mee, want wij lezen internetbankieren in. Buitenland zit veel, dat ze dus handmatig alles nog verwerken en daar is die optie voor aanwezig. Ik heb dus nu in mijn administratie een aan- en verkoopboek, heb ik erin zitten. Uh, 1341 en 1111, dat is de rekeningnummers in de groepboekkaartjes. En die zien we weer terug bij de twee invoer inkoopboek en dan pak ik even 2022 even als boeking als eerste we kiezen hier dus de factuurdatum dus ik had net als voorbeeld 31 maart uh, daar komt er nog een factuur binnen uh, ik kan eventueel mijn levendatum en dag nog inzetten van gooi dit is geleverd op 15 maart als daar heel erg de behoefte aan is kan dat worden bijgehouden of in een bepaalde periode en dan springt hij als ik enter geef gelijk naar mijn relatie omdat ik wil zeggen van ik heb van die relatie, dus mijn veehandelaar of mijn mechanisatiebedrijf, heb ik een factuur gekregen. Ik kies enter. In dit geval heb ik allemaal anonieme relaties. Dus ik kies even relatie 100. En mijn factuurdatum is 2022-03. Ik heb daar een uitgave van uh, uh, 500 euro. En gemakshalve zeg ik nu even dat daar 500, nee 100 euro. En daar zit 21 euro btw op. 21%, dan wordt het totaalbedrag 121 euro. Afhankelijk van de instellingen van mijn relatie, zet hij hier naar de vervaldatum van de factuur is 30 april. En waarom heeft hij dat gedaan? Want als ik bij relatie 100 kijk, dan kan ik hier met het driehoekje, kan ik hem weer wijzigen, dan zie ik dat ik een betaaltermijn heb van 30 dagen. Dus ik kan hem hier ook op 14 dagen zetten als ik binnen 14 dagen moet betalen. Dit is de standaard die die rekenen, dus heeft 30 dagen bij de factuurdatum telt hij op. Maar ik kan die datum natuurlijk ook aanpassen. Het kan ook zijn dat ik een afspraak heb met de betreffende leverancier dat ik een, uh, of twee of meerdere termijnen kan doen. Dus ik kan hier standaard staat één termijn. Ik kan op de puntjes klikken en ik kan zeggen van nou ik ga die termijnen aanpassen. Ik mag uh, op uh, 30 mei 2022 mag ik 50 euro betalen. En ik ga op 30 juni ga ik het restant van 71 euro betalen. Dus zolang ik hier het totaalbedrag niet heb staan, dus ik gaf hier net 50 in. Ik ga gewoon doorenteren. Dan maakt hij automatisch 30 dagen later een tweede betaling aan van 71 euro. Ga ik hier weer 50 euro van maken. En ik geef weer enter. Dan gaat hij op 30 dagen later weer aanmaken. Maar ik mag hier ook een andere datum neerzetten. En dan heb ik het restant van 21 euro. Ik klik nu op oké OK en ik zie dat er dus drie betalingstermijnen zijn in plaats van één betalingstermijn. Bij de meeste facturen is het allemaal één, maar het kan natuurlijk bij een grote aanschaf zijn van dat wordt in periode betaald. De eerste regel, dat is mijn zogenaamde factuurheader. Daarin staat vast, dit is mijn relatie, dit is het bedrag van de factuur en dit is het btw bedrag op die factuur. En nu komt eigenlijk de detailposten zoals we die ook altijd met het bankboek vastleggen. Dus als we het bankboek gingen inlezen, moesten we aangeven van ik heb een nota van het mechanisatiebedrijf gehad, maar dat was de reparatie van de trekker of iets dergelijks. Dat is eigenlijk de tweede regel, dus u springt ook in. Dus dit is de eerste detailregel op de factuur die ik ga inboeken. Dus vaak staan er meerdere regels op, ik kan ook één zijn. En hier gaat automatisch de datums die u boven hebt ingevoerd, neemt die over. Dat vind ik voor nu, vind ik dat akkoord. Maar bij het rekeningnummer kiezen we hetzelfde rekeningnummer als dat wij dus voor um, de, de, bij het inboeken van de bank. Dus 4271 kies ik nu even, dat is het onderhoud van inventaris. En ik kies hier uh, reparatie van mijn boiler. Nou, dat is geen laag voordruk. In dit geval is het een hoog voordruk. Dus ik kies even een hoog voordruk: 100 euro. Uh, nee, dat was 50 euro voor de uh, boiler. Dus 10,5 euro. En ik geef enter en dan zien we dat er nog steeds een rood kruis staat en een groen vinkje. Die regel die is goed, maar het totaalbedrag is nog niet gelijk aan die van de factuur. Daarom maak ik nu hier een tweede regel aan. En ik ga hem dus verder specificeren. Reparatie meterkast. Ik noem maar wat. Die ga ik ook met hoog voordruk betalen. Enter, 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 enter. En nu is mijn factuur helemaal geboekt. We zien hier drie groene vinkjes staan. Dat betekent dat de detailregels net zoveel zijn als de bovenste. Kies ik een van de regels hier bovenin. Dan zie ik hier rechts onderin als controle ook van waar sta ik nu. Ik heb het totaal van een factuur van 100 euro. Ik heb ook in mijn regels, in mijn items heb ik ook 100 euro. Dus dat is nul, dat is goed. Het wil een enkele keer gebeuren als er heel veel detailregels staan... Dat de BTW, als je dus alsmaar doorentert, net een cent verschil in zit. Afrondingsverschillen. Het kan een afrondingsverschil zijn bij de factuur uh, die opgemaakt is door de leverancier. Het kan in het systeem een afrondingsverschil zijn. Pas dan een van die posten aan. Het BTW-bedrag kunnen we ook aanpassen naar 49 cent bijvoorbeeld. En als ik dan Enter geef, dan zien we dat er gelijk fout ontstaat. Deze boekingen kunnen dus ook nog niet geboekt worden. Ik ga deze weer verwijderen. En ik ga die weer op 10,50 euro zetten. Alles is weer goed. En ik kan hem verwerken. Drie boekingen succesvol verwerkt. Die staan er nu netjes in. En onder historie kan ik hem ook weer netjes uithalen. Net als met mijn bankboek. Dus ik selecteer hem, hem hier. Is die betaald, dan kan ik de header niet meer aanpassen. Dus ik kan die hele factuur niet verwijderen, ik kan dat niet aanpassen. Maar ik mag wel nog correcties maken in de boekingen, in de regels. Dus is dit niet 4271, maar 4829 geweest, dan kan ik die boeking hier nog aanpassen. Want het verandert niks aan mijn totaal van de factuur. Bij de relatie is het dus belangrijk. En we gaven net al aan dat die dus die betalingstermijn, maar er zit ook een tabblad bankrekeningnummers. En hier moet een bankrekeningnummer ingevuld zijn: het bankrekeningnummer, zoals die ook bij telebankieren weer terugkomt. Dus niet met spaties ertussen, maar gewoon NL, nou ja, 96 RABO 012345 enzovoort. De laatste situatie waarin, dus tussen om de drie nummers, een spatie was gezet. En dat herkent het systeem niet. Want het bankbestand heeft geen spaties. En zoals het hier vastgelegd is, staan er wel spaties tussen. En dan wordt die niet automatisch gematcht. En dat is wel even belangrijk. Dus ondernieuw kunnen zeggen van, Nou, dit is mijn bankrekeningnummer, NL. 96 Rabo uh, 123456789. En dit is uh, van uh, het mechanisatiebedrijf. Eigen omschrijving, doet verder er niks mee, maar dat mag ook de naam van de relatie zijn of iets dergelijks. Die staat er nu en de volgende keer als ik telebakieren inlees, zal die controleren als ik zo'n boeking tegenkom of er een openstaande factuur van is en automatisch boeken op de crediteur in dit geval omdat ik een inkoopboek heb. Dus even een herhaling, onder de relatie, driehoekje wijzigen, tabblad bankrekeningnummers, kunnen we de betreffende bankrekeningnummers allemaal invullen. Ik ga nu de factuur weer, uh, nee die laat ik even staan, want dan kunnen we die straks nog weer terugzien. Waar zien we die facturen weer terug? Onder de rapportages hebben we openstaande facturen. En hier komen ze allemaal terug. En hier zien we, de 50 euro en de 21 euro weer terugkomen. En hier ook de 30. Dus als ik hem hier op relatie sorteer, dan heb ik de 100 allemaal bij elkaar staan. 50, 50 en 21 is de 121 euro. En die moet ik betalen op 30 mei, 30 juni, 30 juli. Maar ik zie hier ook gelijk: ik heb hier voor relatie 103 al een factuur die al 29 dagen te laat is. Dus dit, en hier ook 569. Nou, dit zijn waarschijnlijk betalingsverschillen. Dus die zouden we dan kunnen oplossen. Maar dit is een overzicht, wat dan ook meegestuurd kan worden, separaat. Gaat niet automatisch naar de account op het moment van: god, wat is nu mijn openstaande posten op 31 december? Want in de eigenschappen kunnen we hier aangeven: ik wil al mijn openstaande posten per 31 december 2021 zien. En dat is dit lijstje. En dan hebben we gelijk een detailpost van wat moest ik per 31 december nog betalen? En dat moet dan ook aansluiten bij mijn balans en dat is voor uw accountant ook wel weer handig om te hebben. Dus ondanks dat hij in 2022 betaald is of ontvangen, gaat hij hem dus hier in de eigenschappen op die datum was hij nog niet betaald, dus die neemt hij mee. Ehm um... Een voordeel, nou ja, het voordeel, maar het mooie van een uh, in- een verkoopboek is dat elke boeking, elke factuur gekoppeld zit aan een relatie. En in wezen is elke relatie, net als in het managementprogramma, ook een, een, een kaart, een relatiekaart. Net als een dierkaart, een koekaart, hebben we dus ook een relatiekaart. En die relatiekaart, daar zitten dus ook rekeningen aan. Daar zien we trouwens ook weer dat bankenrekening weer terugkomen, die ik hier heb staan, het organisatiebedrijf. Maar ook al mijn facturen, al mijn rekeningen die ik betaald heb. Dus net als met de dierkaart uit het management heb je hier de verschillende jaren. Ik kan ook kiezen voor alle jaren. En ik zie hier bij alle jaren dat ik al vanaf 2020 data bijhoud. Als ik hier die factuur met het nummer uh, en het bedrag, dan zie ik hier onder gelijk van wat is het geweest. Klein materiaal. Klein materiaal, want ik heb hier alles ingeboekt. Maar kies ik nu de laatste factuur die ik net heb ingeboekt, dan zie ik hier weer die twee. Detailposten naar voren komen. Dus op 31 maart heb ik een factuur gekregen. Dit was het nummer. Er staat nu nog een bedrag open en uh, er staat de reparatie van de boiler en de reparatie van de meterkast. Dus net als in het groepenkaartje kan ik hier doorheen bladeren en zie ik gelijk de posten wat er allemaal geweest is. Als ik dan de in uh, bank inlees, dan is het dus allemaal automatisch afgevinkt. Uh, Ik kan hem wel even pakken en wat zien we daar dan weer terug? Even de boekingen uit de historie pakken. Ik moet dat nu even handmatig doen, omdat daar uh, uh, geen factuur aan zit. Ik kan het nu even niet controleren, maar het systeem gaat ze automatisch koppelen. En zoek het de factuur op. Dus ik heb hier de betreffende factuur. Hij gaat hier het nummertje neerzetten. Dus het factuurnummer. Zoals we het net ingevoerd hebben. Hij boekt hem automatisch op 1341. Want het dagboek was. Enkelboek is aan 1341 gekoppeld. Daar had ik een creditboeking op gedaan. Omdat het dus zeg maar een nog te betalen post is. Ik heb hem hier betaald. En vanuit de bank is het weer een uitgave. Is het weer een debitboeking. Daar vindt geen BTW op plaats. Die BTW die is al ingeboekt ten tijde dat ik die. Uh, inkoopboek, uh, inkoopfactuur en verkoopfactuur heb geboekt. Dus ik heb hier alleen maar aangegeven van... dit is betaald of dit is ontvangen en meer hoef ik hier niet te doen. En Als alle instellingen goed staan, dan gaan al deze regels gaan automatisch. Dus daarna hoef ik alleen maar langs te lopen wat er nog nodig is. Nou, wat blijkt dan? De hypotheek, de rente en aflossing, die heb ik geen facturen van. Eventueel automatische incasso's. Als je geen factuur van hebt, gas, water, elektra, de voorschotten, die lopen bij langs. Ja, dat gaat op de reguliere wijze. Maar als alle facturen erin staan, we zien hier ook al heel veel: 1341 en 1111 11 worden automatisch dan verwerkt. Groene vinkjes nalopen, posten verwerken, het staat erin. En ik kan ook al mijn BTW-aangifte doen. Dus daarmee ga ik naar mijn rapportages. En dan ga ik naar mijn BTW-aangifte. En ik kies over de betreffende periode in de eigenschappen. Stel dat ik nu het vierde kwartaal 2021 uh, BTW wil controleren. Dan zet ik hierop. Ook hier kies ik weer mijn dagboeken. En ik zie dat ik belast heb met 21% 4600 euro en uh, 224.000 met 20.000 en ik moet totaal 12.108 terug ontvangen. Dit is aangifte, is altijd ons advies, print die ook. Op het moment dat je zelf de btw aangifte doet, je slacht in bij de belastingdienst en je vult deze bedragen in, print een even. Het is voor jullie de bewijslast van op deze gegevens heb ik me gebaseerd. Want die gegevens zitten onder het tabblad Details. Ik heb hier belast met 21% een totaal van 4670 euro. Dat is hetzelfde bedrag als wat hier 4671 staat. Dus ik kan hier al vrij snel nalopen of het klopt. En dan zie ik hier al dat ik bij belast 9% dat ik hier een nabetaling heb staan met een uitgave. Dat is vreemd, dat zou ik dus nakijken. Klopt dat wel? Dus het kan ook een verrekening voor voorschot zijn, Dat kan een, uh, uh, een, een foutieve boeking zijn geweest, het kan dat ik per ongeluk inkomensuitgaven heb omgedraaid, dat ik daar meer aan het ben geweest. Maar dit is voor mij al een, een reden om even naar die boeking te kijken en waar kan ik die boeking dan nou weer terugvinden? In het dagboek nummer 3, dus in mijn daginvoer dagboek nummer 3, dat is mijn verkoopboek, het jaar 2021 uiteraard, stuk nummer 50. Daar zit een boeking die een uitgave is, maar die op een opbrengstenpost staat. Stuk nummer 50, die kan ik opzoeken. Dagboek 3, historie. En als we hier een eindje omhoog gaan, dan heb ik hier stuk nummer 50. Die haal ik eruit. Oké. Okay. En dan gaan we hier de boekingen nalopen. Nou, en dan is het even afhankelijk van wat is het. Misschien moeten we de factuur er even bij pakken. Kunnen we de correctie hier maken. Dus ondanks dat die factuur al misschien het geld ontvangen is... Kan ik hier in de posten nog een correctie maken? Dus het zou best kunnen dat dit een heffing is geweest, of dat dit de verrekening van wat anders is geweest, en dat het helemaal geen 8512 moest zijn. Na correctie, en de vinkjes dan allemaal op groen, verwerken. En dan kunnen we verder met de BTW-aangifte. Nou, we zien hier de verkoop van de kalveren, melkopbrengst enzovoort. En we zien bij de voorbelasting. Alle andere boekingen, dus ook alles wat nul is. Rentes en provisie, bijvoorbeeld, zit geen BTW op. Maar wij tonen het wel. Ook om die transparantie te hebben dat alle boekingen erin staan in de gekozen periode en dat er niet per abuis een foutje is gemaakt. Wat we vaak zien is dat assurantiebelasting wordt meegenomen als BTW. Nou, dat valt die hier wel op. Um, assurantiebelasting is geen BTW, dat is, uh, dus dat is even een aandachtspunt. Maar ook hier zie ik in één keer opbrengsten voedengewassen um, En die staat met installaties en die staat hier met een rare boeking inkomsten. Ja, klopt dit wel? Wat is hier precies gebeurd? Nou, dit is een demo administratie, dus hier is waarschijnlijk wel wat in, uh, in gerommeld. Maar dat geeft gewoon even aan. Ik heb hier onder de uitgaven in één keer posten van inkomsten staan met een heel groot bedrag. Klopt dat wel? Kan ik even nakijken wat het is. Als ik wat verder naar beneden scroll, dan zie ik hier zo bijvoorbeeld administratiekosten weer netjes met de BTW enzovoort enzovoort. Maar het geeft gewoon even een overzicht en een detailpost van wat zit er allemaal in mijn BTW-aangifte en wat kan ik ermee. Um, dat was die, dat was die en de BTW-aangifte al. Um, dan gaan we nu een stapje dieper erin. Um, en dat betekent dat ik bepaalde posten zelf kan gaan doen in mijn, uh, in mijn administratie. Uh, er zijn er enkele onder ons, uh, onder de gebruikers, die zelf al de jaarrekening wat helemaal en klaar maken. En dat betekent ook dat zij de uh, jaarlijkse privé-correcties voor BTW allemaal gaan boeken. Um, Gaswater-elektrische bijtelling, uh, privé-gebruiken voor uh, producten misschien. Dat zijn interne boekingen. We hebben ons tot nu toe gebaseerd op daadwerkelijke cash in, cash out, zoals we dat noemen. Dat zijn betalingen en ontvangsten. Dus of via bankkas, in- of verkoopboek. Maar daarnaast hebben we dus ook mogelijkheid om interne boekingen te maken. Die interne boekingen die gaan dus via het dagboek instellingen. Uh, en dan gaan we een dagboek daarvoor aanmaken. En dat is een dagboek van het overige boekingen. En we noemen dat ook wel, uh, in accountie noemt men dat wel de memoriaalboekingen. Dus we kiezen hier het type overige boekingen. Um, die hoort bij het bedrijf. Ik kies uiteraard even een uh, accountantsnummer wat erbij hoort. Uh, memoriaal boekingen. Of welke administratie of omschrijving die u zelf dan ook maar wilt hebben. Die hebben we aangemaakt. En als ik nu naar mijn dagboek ga, dan heb ik hier ook de memoriaal boekingen tussen staan. Een memoriaal boeking is dus geen. Inkomsten en geen uitgaven. Het doet alleen maar een overboeking van een grootboekrekening van de een naar een grootboekrekening van de ander. Dus stel dat ik bij de controle uh, op een bepaald grootboekrekening een te groot post tegen was gekomen en die wil ik nog gedeeltelijk overboeken, of ik tussenrekeningen gebruik tussenrekeningen daar? dan kan ik dat via het memoriaaldagboek doen. Ook die privécorrecties kunnen we daarvoor gebruiken. Dus 4029, daar heb ik algemene kosten op staan. Maar uh, hier is bijvoorbeeld uh, correctie. Um, uh, ik noem maar even een willekeurig correctie van de telefoon. Ik hoef hier verder niks met de btw te doen. Dat mag natuurlijk wel, want dan gaat hij de btw ook meedoen. Maar het gaat alleen maar even een correctieboeking. Want die btw die is al netjes afgedragen in de voorgaande periode. zeggen dat ik op 4829, dat is mijn algemene kosten. Want die zie ik hier ook links onderaan. Dat ik daar uh, een correctie wil doen, want ik heb daar iets te veel op geboekt. En er wordt 500 euro overgeboekt te worden naar mijn telefoonkosten. Nou, geen BTW erbij. Nu zien we rechts onderaan in mijn controlesalder dat ik nog 500 euro moet boeken, want ik heb wel 500 euro in mindering gebracht op die uh, algemene kosten. En dan moet ik de telefoonkosten hebben. Je moet ik even opzoeken welke dat is. 48,15. Bijvoorbeeld, Venno 1 had al een, een nieuwe telefoon gekocht en die wil ik daarbij onder hebben. Ik hoef daar geen B2 te hebben en ik ga 500 euro hierop boeken. Saldo is nu weer nul. Dus een memoriaal interne boekingen, eh, overige boekingen, dagboek is ten alle tijde nul. Dus we moeten twee boekingen of meer maken: eentje debit, eentje credit, of eentje debit en drie credit. Als het saldo van de boekingen maar nul is, ga ik hier naartoe. Onder de rapportages een grootboekoverzicht. En ik ga bij 4829 kijken. Dan zie ik als een van mijn laatste boekingen nu. Wat zeg ik toch. Uh, even, heb ik hem in 2022 gemaakt. Dat was natuurlijk niet de bedoeling, maar. Correctie van de telefoon. Dan zie ik hem staan. Ik probeer op datafolgorde. Dus ik heb op. Dagboek 21 op 25 mei heb ik een correctie gemaakt van 500 euro. Dus die is hier als inkomsten geboekt. Maar we zullen zien dat hij bij de telefoonkosten, dat hij daar nu staat weer als uitgaven, daar staat hij bij. BTW heb ik hier verder niet geboekt, want die zit misschien wel in een andere boeking. Maar ook de BTW zouden we hierin mee kunnen nemen. Dus als we gas, water, elektra, de privéverbruiker gaan doen, kunnen we dat op die manier middels het interne dagboek kunnen we die boekingen verwerken. waar ik hem zelf ook voor gebruik is uh, de jaarafsluiting van de BTW. We zagen net in het begin al met de, als inklik te veel, uh, de grootboekkaartjes dat hij de saldes overneemt van het voorgaande jaar naar het nieuwe jaar. Ik vind het voor mijzelf altijd fijn dat ik die BTW-rekeningen, nummers weer leegboek. Dus hier staat gedurende het jaar de BTW-bedragen op. Maar het saldo daarvan wil ik op 31 december van het lopende jaar of einde boekjaar 30 april, als het de boekjaar is, wil ik weer op nul hebben. Zodat ik in het nieuwe jaar ook weer met een nieuw saldo start. Ik gebruik daar zelf het jaarafsluiting BTW dagboek voor. Dat is ook van het type uh, interne boekingen. En in 2021 heb ik daar de volgende boekingen voor gemaakt. En ik haal ze even uit het archief. Het totale saldo wat op die rekening geboekt was, want dit doe je pas als allerlaatste, was dus uh, 4.604 euro. En dat stond dus als uh, dat ik dat uh, af moest dragen aan het Belastingdienst. Dus die ga ik tegenboeken. Daarmee komt die dus weer op nul. Datzelfde was voor de laagafdracht enzovoort. En dan hou ik een post over en op 14.80... Heb ik dan gedurende het jaar, in dit geval is dat mijn rekeningnummer, waar ik de drie kwartalen betalen of ontvangsten heb neergezet. Dus eerste, tweede, derde kwartaal. Die boek ik ook tegen. En dan hou ik dus een post over 12.108, want dat is mijn jaarafdracht, of mijn vierde kwartaal, inclusief correcties, gas, water, elektra enzovoort. Komt daar dan ook weer op te staan. Dus ga ik in 2022 deze post ontvangen of betalen? Dan boek ik hem niet regulier op mijn 1480, maar ik boek hem op omzetbelasting voorgaand jaar. Daarmee is na het jaarafsluiting dat saldo weer netjes op nul. En komt ook weer door die boekingen in de bank, die van de belastingdienst komt of gaat, is hij weer op nul. En heb ik volgend jaar weer hetzelfde. Ik boek hem altijd op hele euro's, want de belastingdienst betaalt ook hele euro's uit. Ik heb dus in dit geval nog 4 cent betalingsverschil, omdat ik hier die hele euro's had en die boek ik gewoon direct weg naar algemene kosten. Daarmee heb ik voor mezelf ook een controle mogelijk gemaakt om te kijken of mijn jaaropgave BTW ook klopt met mijn grote kaartjes en met mijn nou ja, vierde kwartaal met mijn supplementie enzovoort. Want voor het vierde kwartaal kan best wezen dat daarna voor het tweede kwartaal of het derde kwartaal nog een correctie in zat en die wordt dan op deze manier ook meegenomen. Dus dat zijn de mogelijkheden via het programma, via de daginvoer, jaaropsluiting BTW. Als u dan vervolgens exporteert naar de boekhouder, overleg dan even mee of dergelijke interne boekingen, memoriaalboekingen, jaarafsluitingen of andere zaken meegenomen moeten worden uh, in de export. Een volgende stap is namelijk dat we naast die interne boekingen uh, ook afschrijvingen hebben. En ik had het dagboek hier al voor aangemaakt. Het dagboek heeft een type afschrijvingen. Uh, en die had ik even in het archief gezet, dus die maak ik nu weer actief. Ook de afschrijvingen kunnen we gaan boeken. Nou, dan kunnen we dat heel fijn, heel leuk gaan zeggen van bankboek, nee, ik kies afschrijvingen 2021 en ik ga dit boeken op 31 december. Maar dan zit er eigenlijk één nadeel aan, want in mijn resultatenoverzicht, dus onder de rapportages nummer 3, heb ik dan alle afschrijvingen straks in één keer onder periode 12 staan. Terwijl ik alle andere kosten en opbrengsten verdeeld heb staan over de periodes. Dan is het heel veel werk om per maand het totaalbedrag van afschrijvingen in te doen. Het kan. Als u zegt, ik vind het niet erg dat alles op december staat, is het ook goed. Maar er zit een extra optie in het programma. En dat is dat we de vaste Activa. We kunnen hem niet fiscaal bijhouden, maar wel een heel eind in die richting. Middels de, de Activa-opties in de instellingen hebben we de activa. En die activa die kunnen we allemaal vastleggen. Ik heb hier een vrij eenvoudige weergave gegeven. Dus ik heb al mijn grond onder één post gedrukt, een huiskavel en een veldkavel. Ik heb er heel veel machines bij elkaar in staan. Maar een opzet van de vaste activa staat zoals die ook achter in de jaarrekening als bijlage is bijgevoegd van de fiscale jaarrekening is dat elke machine natuurlijk apart erin staat. Betekent dat we ook eenmalig de waarde van die machine op de beginbalans de correct in hebben moeten staan. Dat is eenmaal best wel even wat werk. Want ik zeg van, als we dat willen doen, gaan we dan per 2022 mee beginnen. Dus dat betekent dat we 31 december 2021 elke machine correct op de balans moeten invoeren. Uh, en dat gaat via de dag en de balans. En dan gaan we het huidige saldo tegenboeken en dan gaan we het splitsen naar de verschillende boekingen. Dan hebben we overige machines, die hebben we dan aangemaakt en ik laat zo ook even zien hoe dat werkt. En daar horen natuurlijk die waarden bij. En hier komen die waarden dan weer terug. Nou, in dit geval had ik hier drie machines bij elkaar uh, of drie posten en dat vertegenwoordigt een waarde van 191.000 euro. Als die machines er namelijk helemaal volledig in staan, en ik ga zo over dat invoeren uh, toelichten, heb ik hier een knop afschrijvingen zitten en ik zei ik wil van januari tot December of van een kwartaal of een half jaar wil ik mijn afschrijvingen genereren. Uh, iets, iets verder. Ik ga naar volgende en het systeem die loopt alles bij langs. Nou, ik heb hier de waardes, de boekwaarde is op 1 januari. Ik zeg dat ik per maand een afschrijvingbedrag moet gaan boeken. Ik kies op voltooien. Hij gaat al die regels aanmaken en ik kies verwerken en ik heb al mijn afschrijvingen heb ik erin staan. Waar zie ik die dan weer terugkomen? In mijn resultatenoverzicht heb ik nu netjes één lijntje dat ik elke maand 12.000 euro afschrijvingen in heb zitten. 144.000 euro. Als ik dat niet had gedaan, had ik op 31 december in één keer de totaalpost daar staan. Is een mogelijkheid. Maar ook hier telt weer dat we die afschrijvingen in de rapportages, ook in de overzicht van de vast activa nummer 10, dat we die netjes kunnen doen, af kunnen weergeven met een afdrukvoorbeeld. Die kan ook mee naar uw accountant als overzicht, uh, wat u daar zelf de behoefte aan heeft. Het geeft een overzicht weer van, nou in dit geval had ik installaties, die heb ik in 2019 gekocht, toen was de waarde van 341.000 euro. Ik heb dit jaar 35.000 afschrijving, en is 65. En ik zie dat ik op 7 juni een boiler heb aangekocht van 27101. Nou, die boiler die staat hier al in, dus die heb ik nu meegenomen. Maar die wil ik even samen, ik ga er nu uithalen, even doorlopen van wat moet er nu gebeuren als die vaste activa er een keer in staat om dat jaarlijks bij te houden. Allereerst in het daginvoer moet ik in ieder geval even zorgen dat er op dit moment geen afschrijvingen staan. Dus ik selecteer hier rechtsboven alle boekingen. En 2021, al die automatische boekingen, die verwijder ik. Dus die. Selecteer ik die eerste, selecteren en dan de shift-knop ingedrukt houden en dan selecteren we de laatste. Dan zijn alle boekingen weg. Ik ga naar mijn activa en ik heb hier die boiler al staan. Die ga ik even heel sneaky. Ga ik zeggen, die ga ik verwijderen, want die gaan we even samen opnieuw invoeren. Want in mijn groepenkaartjes. Grootboek over kaartje, zie ik dat ik bij de installaties of inventaris. Uh, waar stond die? Nou, hier is oh de boxenstrooier, die moesten we in. Uh, daar heb ik er eentje te veel uit waarschijnlijk. Maar even als voorbeeld, een boxenstrooier. Ik heb op 21 juni een boxenstrooier gekocht voor 6012,50 euro. Dus weer naar die Activa toe, die heb ik hier staan en dan zeg ik: Oké, okay, ik heb hier die Activa, boxenstrooier. Uh, 1 juni 2021, 6.000, dan ben ik het bedrag even kwijt, 60, 50, 6.050. En ik begin ook met afschrijven op 1 juni 2021. Maar in sommige situaties mag dat misschien eerder of later, afhankelijk van wat u zelf wil. Ik vul even in wat die restwaarde is. Elke machine heeft fiscaal een restwaarde. Uh, vaak is dat 25%. Ik hou hem hier even op uh, 1000 euro, maar misschien moet die minder zijn. Geen verkoopdatum invoeren. Dus Oké, okay, bij welke balansrekening hoort die Activa? Ja, dat is mijn machines en werktuigen. En ik heb ook een afschrijving voor mijn uh, rekeningnummer. Ik zie die hier niet bij staan, dus ik moet even inclusief gearchiveerde, want die hebben waarschijnlijk in de instelling gearchiveerd staan. Dat ik die niet dagelijks zie in mijn daginvoer. 5311 is de afschrijvingen. En als ik die machine verkoop en ik ga daar nu in één keer 10.000 euro voor krijgen en ik heb voor 6000 gekocht heb ik 4000 boekwinst. Die 4000 boekwinst die komt weer in mijn resultatenrekening. Dus ik moet daar een opbrengstenrekening voor kiezen. En ik weet in mijn grasrekeningsschema dat die ergens in de boekwinsten van de machines 8973 zit. Een aparte rekening daarvoor. Wij hebben geen fiscale afschrijving zoals uw accountant heeft. Dus wij houden geen rekening met WOZ-waardes, met bodemwaardes, afschrijvingsbeperkingsregeling, mia family zit er niet in. Kunnen we uiteraard wel handmatig toe gaan voegen door te zeggen van nou, ik ga een extra MIA-afschrijving op een bepaalde machine doen en die kunnen we daar gaan bijboeken. Um, de vast per periode, dus dat betekent per maand schrijf ik een vast bedrag af. Ik heb een percentage van het aankoopbedrag, een percentage van mijn boekwaarde. Of ik wil de machine afschrijven over een x aantal periodes. En x aantal periodes, of wat dan ook, is 6000, minus 1000, dus 5050 euro. Ga ik dus over een aantal periodes verdelen. Nou, in dit geval zeg ik percentage van aankoop. Uh, dat mag 20%. Dus in 5 jaar gewoon afschrijven. En ik kies oké. Okay. Dan staat die machine. Die staat er als object in uw administratie. Eenmalig. Moet ik dan zeggen van ja, maar hij is gekocht, want ik heb hem of in mijn inkoopboek of ik heb hem in mijn bankboek staan. En welke boeking hoort daar dan bij? Dat is die boxerstrooie van 6012,50 euro. Ik zie dat ik dus een typfoutje heb gemaakt, dus ik kan hier nog 6012,50 euro aanpassen. De boxerstrooie staat erin en we kiezen oké. Okay. Dit is alles wat u hoeft te doen tot het moment dat hij weer verkocht wordt. Want dan heb ik een opbrengst. Op misschien moet bijbetalen. Dan kiezen we het object weer. En op dat moment dat ik een verkoop heb, dus dan heb ik een creditboeking. Dan ga ik die boeking toevoegen. Selecteer ik hem hieruit. En op het moment dat een creditboeking is, wordt ook automatisch de verkoopdatum gevuld. En heb ik dan een boekverlies of een boekwinst gemaakt. Dan gaat hij dus op dat moment naar 8973. Ik ga terug naar mijn daginvoer. Afschrijvingen. In januari tot en met december 21. En ik zie dat ik hier die. Even kijken. Even, even afsluiten. Ik denk dat ik boxen had ingevuld nu. 2021. Afschrijvingen. Boxen Ik had op 1 januari 2021 geen boekwaarde. Dat klopt. Want ik heb hem in juni aangeschaft. En van juni ga ik dus 20%, dus in vijf jaar ga ik hem afschrijven. Dus 100 euro per maand schrijf ik af, die komt er dan netjes te staan. Ik kies voltooien en al mijn afschrijvingen worden netjes geboekt. En we zien ze hier ook onderaan staan. Kijk ik nu bij datzelfde object weer terug. Kijk ik in het Activa overzicht en ik heb hier die boxenstrooier. Maar ik kan het ook doen vanuit het overzicht. Dus management rapportages uh, overzicht vaste activa. Dan zie ik hier die strooien staan. Ik kan hier ook dubbelklikken. Dan kom ik gelijk op die kaart. En dan zie ik ook hier de afschrijvingen per jaar wat ik heb gedaan. Dus kies ik hier die shovel van 2019. Afschrijvingen, dan zie ik dat ik ook hier heb. Want ik heb in 2021 ben ik hiermee begonnen. In 2022 heb ik hier nog geen afschrijving. En 2020 ook niet. Maar we zien wel een overzicht van al de afschrijvingen per periode, waar zien we dit ook weer terug uiteraard op de balans. Want ik heb een boeking in mijn machines op 790 op 1 januari. Mijn investeringen gaan erbij op. Mijn afschrijvingen vanaf en dan kom ik op 654.000, een andere optie is, en dan ga ik het, het boekjaar 2020 even uh, weer heropenen, omdat ik eenmalig een start moet maken, is de waardering van de dieren. Als ik op de balans kijk, dan zie ik dat ik daar geen dieren op heb staan, geen vlotte activa. Uh, vindt u dat even niet leuk? Die even sluiten. Uh, balans. Daar gaat een alarm ergens af. Um, ik heb hier geen levende haven op staan, maar die wil ik ook graag gelijk meenemen in mijn waardering. Dus onder mijn dagboeken heb ik een mogelijkheid, en we zagen het net al, om een dagboek voor de veewaardering aan te maken. En dat is de voorraden van de vee. Zo noemen ze ook wel. Nou, ik geef het dagboek even een nummer ook voor de accountant. Um, veewaardering of aanwasvee. Het gaat dus niet over de aankopen en de verkopen, maar het gaat over het aanwas van het vee. En die aanwas van het vee zit ook in het management onder veestapel, omzet en aanwas. Alleen hier hebben we de dieraantallen in zitten. En als ik hier de samenvatting pak, dan zien we over de gekozen periode. Wat heb ik aan het begin, dus onderverdeeld naar de koeien, eh, kalveren enzovoort. En wat heb ik dan aan het eind? Nou, diezelfde dieraantallen vanuit het managementprogramma maken wij ook gebruik in de daginvoer bij de veewaardering. 2021, dan gaan we naar de dagboek waardering en dan gaan we naar de waarde van de voorraad. Daar heb ik nu nog niks staan, maar ik wil graag op de balans de waarde van mijn dieren hebben staan. En in dit geval is dat 410, dat is het rekeningnummer, en 7510, dat is het resultaat. Net als dat we net met de Activa die 89,73 voor de boekwinsten hadden, hebben we dus voor de heb ik in deze administratie 75,10 als zijnde. Aan was voor Melk en Fokvee. Dan heeft elk dier heeft een bepaalde waarde. Nou, ik ga gemakshalve zeggen elke koe is 1250 euro waard. En uh, ik ga even een stapje terug. Ik moet beginnen bij 2020, want ik had hem op de beginbalans nog niet staan. Dus ik ga zorgen dat er op de eindbalans 2020 eenmalig die dieren komen te staan als waarde. 410, 75, 10 voor uh, Koeien, en als ik de eerste invul, gaat hij dat gelijk doorvoeren naar de rest van de periodes. Dus dit is de waarde van één koe: 410, 510, rekeningnummer voor de waarde voor het jongvee ouder als een jaar. Ik noem het dan even 1000 euro. 410 uh, voor het jongvee: 750. En dan heb ik de kleine kalvis nog. Nou, dan zetten we die op 500. En ik heb waarschijnlijk ook nog wat Nuka's. En die zet ik op 125 euro. Dan heb ik in ieder geval aangegeven wat elke diercategorie de waarde mag of moet zijn. Dus ik kan daar ook in verschillende periodes verschillende waarden neerzetten. Volgende. Nou kiezen we de boekingen. Omdat we dit nu eenmalig uh, doen. Denk ik dat ik hier even terug moet naar 2020. Excuus. Anders komt het niet goed. Dan hoop ik dat ik. Ah, daar was ik al bang voor. Ik heb de wizard niet afgemaakt. Uh, dus van tevoren goed nadenken. Als we 2020 willen beginnen, 21 willen we beginnen, dan moeten we dat ook. Ik, wel het juiste boekjaar instellen. Uh, 410 en 7510 voor 750. Melk en fokvee 410, 7510 voor 400. En nog wat Nuka's. Die kiezen 125. Volgende. Ik hoef alleen maar te zeggen: ik wil nu december 2020. Dus wat zijn de dierenwaarden op 31 december wil ik vastleggen. Dit is de waarde van mijn dieren 2 ton. Die boekingen maakt hij. Maar dit is dus de eerste keer dat we dit doen. Dus dan boek ik ze tegen, niet naar mijn resultaat, want dat doet hij automatisch. Maar dit is vermogen voor mij. Anders is mijn balans links en rechts niet in evenwicht. Hetzelfde bedrag zien we hier onderin staan, 202,375. En die ga ik verwerken. Ga ik nu weer terug naar mijn balans, dan zie ik op mijn balans dat de dieraantallen nu per 21 er ook op staan. Maar dit is de waarde van de beginbalans. Dus dat betekent dat ik nu de volgende stap kan maken voor de veewaardering voor het nieuwe jaar, 2011. Hadden wij gedaan, die waarden zijn vastgelegd. 2021 kunnen andere waarden zijn. Wis het heb afgerond eenmalig, dan slaat hij dat per jaar ook op. Dus ga ik nu voor het eerste kwartaal dit berekenen en straks voor het tweede, derde kwartaal, dan staan die waarden er al in, dan hoef ik ze niet opnieuw in te voeren. 410, 75, dit was 750 euro. Ik pak gemakshalve even dezelfde waardes. Uh, dit was 400 en heb ik hier nog nu kaas. Uh, Oké, okay. dan zeg ik over het hele jaar wil ik mijn aanwas berekenen. En dat zou die moeten doen. Ja, daar is die. Heeft die 12 periodes berekend? Heeft hij hier allemaal netjes boekingsregels van gemaakt? Die ga ik zonder enige aanpassing ook verwerken. En dan zijn ze goed. Kijk ik nu weer terug op mijn balans. Dan zie ik dat mijn waardering van het V 202.000 naar 204.000. Ik heb misschien iets meer dieren of de onderverdeling is wat hoger. Dit vind ik ook weer terug, dat verschil van die 2000. Op mijn grootboekoverzicht, want die grootboekrekening 7510. Daar staat de aanwas die 2400 euro. Verdeeld over alle verschillende maanden kijk ik in mijn resultatenrekening en dan zie ik hem op dit moment, ja, dan zit hij hier even disconteerd. Nou, ga ik nu een uitstapje maken van hoe boek ik nu die resultatenrekening? Hoe ga ik die nu vormgeven voor als ik die zelf wil? Dus het waarderen voor het V en de vaste activa, dat is nu allemaal goed. Dat zit er allemaal in. De boekingen zijn allemaal correct. Maar ik vind die layout, ja, ik wil eigenlijk die aanwas van het V, wil ik hier gelijk in zien. Want dat is niet direct een cash in of cash out, maar het beïnvloedt wel mijn resultaat. De afschrijvingen is ook geen cash in cash out, maar het beïnvloedt wel mijn resultaat. Ik zou dat in ieder geval even wat schermen weer gesloten zijn. Dat geeft ook even weer wat overzicht. Onder de instellingen kunnen we zeggen van hoe moet mijn balans eruit zien en hoe moet mijn resultaat eruit zien. En een resultaat of balans bedoelen van hoe is dan de layout van mijn systeem, mijn overzicht. En ik pak even als voorbeeld nu dat melk en fokvee, daar staat de omschrijving melk en fokvee en daaraan zitten die rekeningnummers 75, 10, 73, 10, 11 enzovoort. Zit er gekoppeld. Dus onder instellingen hebben wij een overzicht. Als ik sorteer op item, en ik ga hier even zeggen melk en fokvee, dan heb ik hier gelijk een filter welk dat zijn. Dus als ik in mijn resultatenrekening kijk, in mijn winst- en verliesrekening, dan zitten daar 1, 2, 3, 4, 5 rekeningnummers aangekoppeld. Mijn aankopen, mijn verkopen en mijn aanwas. Waar zitten die daar aangekoppeld? Als ik zo'n rekeningnummer ga wijzigen, dan zit die in die zit in de groep melk en fokvee en die zit in de regel ook melk en fokvee en dat is dus die regel die we dus in de resultatenrekening hier zagen. Maar die wil ik gesplitst hebben. Nou, dat zit in dat instellingen van de resultaatopbouw. Dat is dit item. Hier ga ik een extra regel aan toevoegen. Dus op het moment dat ik dus bij melk en fokvee iets extra wil hebben, ik wil daar een detail hebben. Kan ik zeggen van: Ik wil hier nieuw en ik wil hier aanwas, melk en fokvee. En die komt er dan bij onder te staan. Ik kan met de pijltjes toetsen hier naar boven zeggen van: Ik wil hem bovenaan hebben staan of ik wil hem onderaan hebben staan. Kan ik mijn eigen indeling maken. Als ik dan bij de rekeningnummers ben, want dat is mijn algemene instelling, zeg van: Ja, maar die aanwas, melk en vochtvee, die moet niet onder die hoofdkop komen te staan. Maar die moet onder het kopje melk- en fokvee, zoals ik die net had gemaakt, daar moet die onder komen te staan. Als ik dan nu het resultatenoverzicht opnieuw open, dan zullen we ook zien dat we hier nu melk- en fokvee en ook per maand de aanwas van de dieren hebben staan. Met het totaalbedrag weer van die 2400. Nou, datzelfde kunnen we doen voor krachtvoeders voor gezondheid, nagelang waar allemaal de behoefte aan is. Of de afschrijvingen per uh, materieel, immaterieel. Uh, we kunnen dus in die instellingen resultaatopbouw extra items aanmaken. Dus deze rechte kolom bij de resultaatopbouw is de linkerkolom van je resultatenrekening. Kunnen we extra items aanmaken. Je koppelt daar in de rekeningnummers een, een item aan. Dus in dit geval die aanwasmelk en fokvegerij even als voorbeeld, dan is het dus die item, die kan ik dan aanpassen in de nieuw aangemaakte, zodat ik het overzicht krijg zoals ik dat hebben wil. Wil ik daarin tegen zeggen van nou, ik wil die uh, uh, overige opbrengsten, die wil ik helemaal bovenaan hebben staan, kan ik die ook selecteren en dan kan ik die volgende kan ik helemaal bovenaan zetten. En hetzelfde geldt ook voor de toegerekende en de niet toegerekende kosten. Als de machines en onderdelen bijvoorbeeld bij de toegerekende kosten moeten zijn, omdat nou ja, u dat wenst of dat daar behoefte aan is of wat voor reden dan ook, dan kan ik ook deze wijzigen en zeggen van hij valt nu onder de niet toegerekende, maar hij moet naar de toegerekende kosten. Dus ik hoef al mijn boekingen niet te veranderen, het is alleen de layout van de rapportage die ik hiermee aanpas. Ga ik dan op dat moment resultatenrekening opnieuw openen, dan zie ik dat ik dus mijn overige opbrengsten in één keer bovenaan heb staan en dat mijn machines en onderdelen op dit moment een onderdeel is geworden van de toegerekende kosten. Datzelfde geldt ook voor de balans. Dus in de instellingen, balansopbouw is exact hetzelfde. Hier staat bij heel veel één post materiële Activa. In mijn administratie heb ik die al onderverdeeld: grondgebouwen, pachtrechten, machines, vervoermiddelen, levende haven enzovoort. Uh, Debiturk, vorderingen. Dus ik heb hier een hele andere indeling gemaakt. Die indeling, die zien we dus ook weer terug op het balansoverzicht. En dan ga ik even in de eigenschap aanzetten, dat ik ook de nulrekeningen even wil zien. En dan zien we diezelfde indeling die we daar net hadden aan de rechterzijde, zien we hier ook aan de linkerkant. En ook aan de passiva kant zien we die dus ook wel in de linkerkolom staan. Dus daarmee komen alle posten ook weer naar voren en kun je de eigen indeling maken van je. Winst- en verliesrekening en van je balans. Terug naar de resultatenrekening. Um, resultatenrekening is namelijk per periode te raadplegen, maar onder de eigenschappen hebben we nog een leuke optie en dat is de uitgangspunten. En bij de uitgangspunten kan ik ook aangeven: ik wil mijn resultatenrekening per 100 kilogram melk zien. Of per kilogram melk willen sommigen ook. Maar dat betekent wel dat we die kilogram melk moeten vastleggen. Nou, via de RMO-gegevens komt er heel veel data in het programma. Mocht dat niet het geval zijn, kijk even onder de knop Uitgangspunten. En in dit geval 2021 of alle waarden goed ingevuld staan. Staat er bijvoorbeeld bij een kolom geen waarde van melk, dan kan ik die kolom wijzigen. Dan doet hij de suggestie. Hij kijkt dus in het managementprogramma. Van wat heb ik aan dieren? Nou, dat vindt hij in het managementprogramma. Zegt hij: in de periode augustus 2021 heb je volgens het managementprogramma 128 dieren. Maar op een of andere wijze heeft die klant 107 ingevoerd. Dat kan een bewuste keus zijn. Dat kan ook wezen dat daar een stuk dieren uitgeschaad waren. Dat kan dieren vleesvee zijn. Die tel ik gewoon niet mee, want er zijn geen melkkoeien. Dat is afhankelijk van uw eigen keus. En dat is ook met de kilogrammen melk. Ik heb 98.000, maar ik kies ervoor op 77. Is vreemd, want logischerwijs zou zeggen. Wat geleverd is, dat wil ik ook meenemen. Dus dit komt uit het managementprogramma. Als er uh, graslandmodule is, dus is die ook gevuld. Is de, uh, arbeidskracht die is niet uh, automatisch gevuld? Dus die moeten we zelf even invullen. Gaat op FTE, fulltime eenheid. Als die geteëvers zijn ingevuld, wil je dat ook toepassen voor de volgende. Nou, in dit geval heb ik 98.000 liter melk voor één periode gewijzigd. Dus ik hoef dat niet voor alle andere periodes, wil ik niet wijzigen. Maar als ik even onderin naar 2022 ga en ik geef aan dat ik hier toch voor mei en de andere maanden wil ik, mij nou, vindt hier nog geen data, wil ik dat ik hier 90.000 liter melk alvast in heb gevuld. Met 44 uh, nou ja, en 63 uh, uh, vet en eiwit. En ik kies: oké, okay, wil ik dat ook voor de volgende maanden gebruiken? Ja, dan kan dat. Besef goed dat er staat nu data in. Die wordt niet overschreven door data die straks automatisch wordt ingelezen. Dus op het moment dat u jezelf nu voor de komende maanden al wat mee gaat puzzelen, of je komt er per in, of maak ze even weer leeg, of zorg dat als je er straks mee gaat werken, dat in ieder geval even die uitgangspunten controleert melk per 100 kilogram en ik klik nu op oké OK, en alles wordt nu gedeeld door de geleverde kilogram melk in twee decimalen zelfs of per koe dus gemiddeld aanwezige koe wordt die daarop gedeeld en het idem dito voor de hectares de veestapels of als ik zeg van ik wil geen dus dan heb ik weer mijn originele een andere optie is dat uh, er is nog wel eens behoefte van, goh, ik wil drie jaar op een rij zien, of ik wil vier jaar aan cijfers op een rij zien. Wat is nu mijn resultaat geweest? Nou, dan kiezen we onder de eigenschappen van de resultatenrekening specifiek, dus per 31 december 2021 wil ik drie periodes van een jaar wil ik graag zien. En dan kies ik op OK, en ik heb de drie verschillende boekjaren op een rij staan. Dezelfde wijze kan ik zeggen van ik wil uh, drie keer 4 is ik wil het per kwartaal zien. Dus vier kwartalen per jaar in keer drie is twaalf. En dan heb ik twaalf periodes en dan heb ik het eerste kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal 2020. Zodat ik er vrij vlot kan van hoe is het met mijn melkgiften toen geweest bijvoorbeeld op mijn melkopbrengsten. Hoe meer je erin doet, hoe smaller de klommen wordt, hoe meer data, hoe minder makkelijker te lezen. Maar het zit in ieder geval in. En zo kun je dus met die datum daar wat inspelen. Ik zet hem weer terug op mijn boekjaar 2021. Oké. Okay. We hebben net het melkgeld en het melk en fokweeg gesplitst in de instellingen, zodat die ten alle tijde hier gedetailleerd wordt getoond. In de eigenschappen. Er zit ook een optie: gedetailleerd overzicht. Dat gedetailleerd overzicht laat een tussenkolom zien en dan gaat de regels toevoegen. En die toont alle rekeningnummers die gekoppeld zijn aan dat item melkgeld of aan krachtvoer of aan machines. Zodat je op dat moment op rekeningniveau je winst- en verliesrekening hebt. Dus kijk ik naar mijn machines en onderdelen. Daar zitten 1, 2, 3 een stuk of. 10 rekeningnummers aangekoppeld en mijn brandstof, is dus een onderdeel van machines en onderdelen, is deze brandstofkosten geweest. Ga ik dan naar mijn grootboekkaartjes, uh, grootboekoverzicht, en ik ga naar mijn uh, brandstof toe, uh, deze, dan is dat. Het totaal van die post 28.000 euro. Die zal daar ook weer in mijn resultatenoverzicht 28.694 terugkomen. Maar ik zie wel de verdeling over de verschillende maanden. Dus op grootboekniveau kunnen we het raadplegen in de winst en verliesrekening als je de gedetailleerde overzicht aanzet. Um, dat was de winst- en verliesrekening. Dan komt er nog. Eén rapportage achteraan. En dat is mijn cashflow. Uh, de meesten weten wel wat het is, want we hebben heel leuk in de resultatenoverzicht. Dat ik hier ik ga ik even de eigenschappen gedetailleerd uitzetten. Een resultaat van 25.000 euro. Maar 25.000 euro zegt helemaal niks. Want er zit wel 145.000 euro aan afschrijvingen in. En dat heb ik niet uitgegeven. Hoe verloopt dan mijn cashflow? Onder de rapportages heb ik nummer 8 de gerealiseerde cashflow. En die gerealiseerde cashflow die laat over de gekozen periode, in dit geval het jaar 2021, wat dan in eigenschappen in te stellen is. Laat hij dus zien per maand wat er gebeurt. Het bovenste gedeelte is een verkorte staat van mijn winst en verliesrekening. Wat is mijn inkomsten? Wat was mijn toegerekende, niet toegerekende kosten met mijn, mijn resultaat. Dus die 30.448. Is hetzelfde bedrag als wat ik hier nou ja, afgerond 30.449 heb staan. Diezelfde cash komt hier weer terug. Dit is wat er werkelijk betaald en ontvangst is, maar wat ik geboekt heb op mijn resultatenrekening. Maar mijn aflossing bij de bank is wel een cash-out, is wel een uitgave. Mijn investering, waar dus als investering op de balans komt te staan, is wel een uitgave. Mijn privéonttrekking is een uitgave. Uh, die posten, die wil ik ook meenemen. Cashflow laat die informatie zien. Dus het eerste stukje mutaties activa B laat de verschillen op de linkerzijde van de balans zien. Dus als ik de balans erbij pak heb ik dus op 1 januari, op 31 december heb ik hier bedragen staan. En daar zit een mutatie in per maand. Dus in mijn materiële activa heb ik in januari een minpost van 8900 euro. En in de vorderingen ook van 491 euro per saldo. Nou, dat resulteert aan het eind ook in een totaalsaldo natuurlijk per, per jaar. Het totaal wat er links gebeurt op de balans is 9400 euro. Rechts op de balans, dus wat heb ik afgelost aan langlopende schulden, kortlopende schulden en wat heb ik privé onttrokken. Dat is dus wat er rechts op de balans gebeurt. En dan gaan we dat optellen. Of in ieder geval, ik heb mijn beginsaldo van 10.312. En die zag ik net ook al aan het begin van de presentatie in mijn dagboek weer terugkomen. Dan heb ik de mutaties A, uh, A, min B, uh, plus C. Het staat hier ook in de cashflow beschreven. Dus een mutatie van 768 euro en dan ga ik naar 9500 euro, wat ik op 31 januari in mijn portemonnee, zeker op mijn bank had. Dat gaat elke maand weer door, want die 95 gaat naar het begin van februari. Dan gaan we het hele riedeltje door en dan komen we aan het eind. En daar blijkt dus die 90.361 euro netjes weer terug te komen. En dat is de cashflow. Nou, dat kunnen we ook tonen in een grafiek. Wat gebeurt er? het nou, Begin van het jaar had ik 10.000. Eind van het jaar heb ik min 90.000. Dus gedurende een maand zie ik dit grafisch ook weer komen. En heb ik het er voor meerdere jaren goed in mijn systeem staan, dan heb ik ook de mogelijkheid om de jaargrafieken uh, netjes te tonen. Ik kan hier eventueel nog jaargrafieken uitzetten. Ja, grafieken worden bij sommigen nog wel gebruikt om te kijken van hoe sta ik er op dit moment voor, wat verwacht ik aan uitgaven, want ik kan natuurlijk aan zo'n grafiek wel zien wat het vorig jaar deed. Uh, en we weten allemaal dat we in september, oktober, dan moet de maïs weer af en er komen er weer bijproducten uh, aangekocht. Uh, heb ik weer een flinke post aan uitgaven. Sommige pachtbedrijven moeten eind van het jaar nog weer een, een, een kanon ophoesten. Um, dat zijn allemaal bedragen die op dat moment wel betaald moeten worden. En als je dan op dit moment al te weinig rekening saldo hebt en je verwacht dan weer een uitgave. Vaak de meeste weten het wel, maar dan kun je het ook aantonen met je liquide middelen, met je cashflowcijfers. Heel vaak wordt. Gewoon even grafisch weer gekeken hoe we, verlopen we Die lijst is echt de gedetailleerde posten. Wat gebeurt er nu precies? Wat gebeurt er nu precies per maand? En die zijn allemaal weer terug te herleiden naar de groep kaartjes, naar het resultaat en het balansoverzicht. Volgens mij ben ik nu aangekomen bij, ja, bij het laatste puntje: cashflow. En wou ik het in eerste instantie hierbij laten. Ehm. Um, deze heb ik niet behandeld, maar het dashboard te vinden onder uh, uh, financieel menu, financieel dashboard. Deze toont een kort overzicht van wat is de stand van zaken op dit moment, dus tot zover. Hoeveel heb je ingeboekt? Dus dit is een rollend jaar. Wat is mijn totale inkomsten? Wat zijn mijn totale kosten? En wat is mijn resultaat? Over een rollend jaar eh, was mijn stand van de liquide middelen, wat moet ik nog betalen, wat heb ik, uh, moet ik nog ontvangen en welke posten zijn te laat en, uh, met ontvangen en te betalen. Hier zien we ook gelijk even over een rollend jaar de winst en verliesrekening grafisch weergeven en ook hetzelfde cashflow overzicht. Dubbelklikken we op zo'n post dan komen we gelijk op de detailposten van de resultatenrekening. Let op, hij gaat dus over een rollend jaar, dus hij pakt de eerstvolgende maand tot en met, uh, vanaf 1 juni tot en met 25 mei. Dat doet hij automatisch in de instellingen dat hij dat inzet, of 12 maanden of de huidige datum. Dus dat is dan op dat moment niet meer de jaarrekening 2021, maar echt gespecificeerd op een rollend jaar en het idem dito voor de cashflow. Hier wou ik het eerst bij laten. Um, Vragen, stel ze. En heb je hulp nodig? Die zegt van dat balans verder uit te werken in mijn administratie, dat lijkt me wel wat. Uh, en je komt er niet uit, geen enkel probleem. Neem even contact op, kijken we me met je mee, helpen we even met een aantal posten. En dan kun je waarschijnlijk wel uh, de rest van de uh, zaken zelf doen. Maar we helpen je graag even op weg.